Nou, dat niet toch, hè? Dat niet, nee. Oh, dit is het kantoor van de makers van Minecraft. Yo guys, Job hier, aka de Tsuber. Welkom bij een nieuwe aflevering van Notch Survival. In de vorige aflevering hebben wij Notch gewoon gespand. Oh my god, ik vind het nog steeds zo bizar dat ik gewoon in een serie genaamd Notch Survival Notch per ongeluk als span in de tweede aflevering. Wanneer wij er klaar voor zijn, een beetje tegen het einde van deze serie aan, gaan wij natuurlijk het proberen op te nemen tegenover Notch. Dat gaat sowieso een spannende aflevering worden. Maar vandaag heb ik weer een hele hoop dingen die te maken hebben met mods die ik moet gaan uittesten. Een hoop dingen die ik in mijn huis moet gaan bouwen, want de vorige aflevering hebben we namelijk mijn huis afgebouwd. En aan jullie is het natuurlijk om zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achter te laten. Want hoe meer likes we halen, hoe sneller er een vervolgaflevering komt van Notch Survival. Let's freaking do this. Jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien is hier ons prachtig mooie huisje. Onze kamergenoot is inmiddels naar buiten gelopen. Yo man bro, wat ben je buiten aan het doen? Hij is aan het genieten van mijn mooie dorpje, wat eigenlijk nog niet echt een dorpje te noemen is. Nevertheless, we hebben natuurlijk de vorige aflevering een naam gegeven aan dit prachtige kunstwerk hier zo. Oh my god, het is echt bizar. Hij noemt even kijken, hoe heet hij ook? Ik moest gewoon even een boer laten ervan. De shiny natuur. Oh my god, een meisje. Hey, alles goed? Zullen wij misschien samen eens een keer wat gaan drinken? Gewoon gezellig, jij en ik. Wat? Je hebt geen zin. Wat? Nou, daar niet toch, hè? Daar niet, nee. Oh, je gaat me terugstaan. Je gaat me terugstaan. Prima. Come at me. Oh, kan ik nou letterlijk veranderen in een meisje? Dat betekent dat ik dus mijn eigen borsten kan aanraken. Ik bedoel dat ik kan gaan paardrijden. Ja, ik ben inderdaad een meisje. Wacht, tenminste, je kunt het nu niet goed zien. Maar ik ben een meisje. Oh my god. Het werd eens een keer tijd. Ik bedoel, ik wil gewoon een jongen zijn hoor. Ja. Oké, laten we gewoon snel gaan beginnen. Wat hebben we deze aflevering te doen? Genoeg. Laten we daarmee beginnen. Dat we genoeg te doen hebben. Ik heb hier namelijk een kist. Die zit vol met een aantal dingen die we moeten gaan gebruiken. Om mee te beginnen gaan wij eens even kijken of wij het huisje een beetje mooi kunnen inrichten. Deze dingen leken mij wel heel erg tof om het huisje heen te zetten. Zeg maar op deze manier. Dat ziet er denk ik wel erg leuk uit. Dan heb je zeg maar een beetje het idee alsof het huisje ook echt zeg maar wordt bijgehouden. Ik bedoel hè. Ik ben niet echt de persoon die zijn spullen bijhoudt in real life. Ik ben meestal wel een klein beetje slordig. Maar hier in Minecraft is het wel leuk om het gewoon allemaal een beetje zo te laten lijken. Alsof wij die good guy zijn die alles zo helemaal goed bijhouden. Het ziet er op zich wel leuk uit. En als het goed is had ik nog wat in de kist zitten wat wij kunnen gebruiken. Namelijk een stenen pad. En als het goed is kan ik dat... Ja, kijk jongens. Zo kunnen we alles een beetje aan elkaar koppelen. Dat is toch leuk. Dat ziet er toch hartstikke leuk uit. Ja hoor, ik vind het fantastisch. Dan hebben we hier een tafeltje. Daar kan ik even een stoeltje aanzetten zo. Kan ik die zo hier zetten. En dan wil ik daar eigenlijk mijn computer wel even op hebben staan. Want in real life heb ik natuurlijk ook... Oh, ik heb nog deze. Wacht, die kan ik hier misschien leuk neerzetten. Ja, kijk, dat is voor de vogeltjes. Dat is voor de vogeltjes. Computer die mag hier zo op. Hoppakeetje. Kijk, fantastisch. Printer mag ernaast. Wasmachine mag hier zo in de hoek. De microwave die mag daar weer naast. Zo, kijk, kunnen we ook lekker wat eten maken. Is ook wel handig. Kunnen we ook daadwerkelijk eten in doen. Dat is eigenlijk gewoon een soort van furnace. Is best wel leuk. Ik bedoel, Minecraft moet ook een beetje met de tijd meegaan, hè jongens. Een furnace is zo ouderwets. Minecraft is een beetje met de tijd aan het meegaan nu. En dan hebben we nog een lampje. Nou, laten we die mooi hier zo neerzetten. Kijk, alleen hebben we geen power nog. Maar het gaat om het idee, we hebben een lampje. Nou, hebben we weer een aantal van die structures. Dat is eigenlijk hetzelfde waardoor we de vorige aflevering deze beker hebben gekregen. En deze shiny boom. Ik zie daar weer een meisje. Oh, nee, zo'n jongen, sorry. Een jongen met lang haar kan natuurlijk ook, hè jongens. Niks mis mee. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier een brain slime. Twee nieuwe mobs die ik even wil gaan uittesten. De brain slime. Oh, shit. Dus jij bent een... Hij maakt één raar geluid. Ik ga je killen. Oh my god, ik kan erin veranderen. Kun je trouwens als slime, kun je dan falling damage opnemen, zeg maar? Kun je dan van iets heel hoog vallen en alsnog pijn hebben? Of kun je als slime, zeg maar, van alle hoge dingen vallen zonder pijn te hebben? Ik geloof namelijk dat dat wel het geval is. En dan hebben we een mother spider. Oh shit, oké, dit was een grote fout. Dit was een grote fout, oké dan. We weten in ieder geval dat dat niet helemaal de bedoeling was. Spawn point set Dutch Tuber. Laat ik even een spawn point set hier voor mij. Ik heb het geloof ik al gedaan, maar just to be sure. Dus, oké, dat lukt niet, maar maakt van jou. Ik heb geloof ik geslapen, dus hoef ik niet per se. Ik dacht heel even dat ik een zwevende seed zag, oké. Het volgen. Zoals heb ik van die adertjes op mijn hand. En die gaan dan tijdens het opnemen iets naar boven. Ik word dan echt helemaal gek. Oh ja, trouwens. Ik voel mezelf toch wat meer een Luigi persoon. Dus bij deze jongens en meisjes. Ik ben de enige echte Luigi.
Wel een vrouwelijke Luigi, maar is verder niet erg. Luigi met borsten kan ook gewoon. Helemaal niks mis mee. Ik heb hier dus een aantal van die structures die ik wil gaan plaatsen om mijn stad iets mee te gaan uitbreiden. Laten we beginnen bij de Big Tree. Die wil ik hier zo... Yo, jij hebt in je gekke drugs genomen, man, bro. Ik heb nog nooit een Steve gezien met zulke grote ogen. Oké, wat is dit? Oh, shit. Oh, shit. Ik ga er gewoon door dood. Ik ga er literally gewoon door dood. Are you freaking serious right now? Is die... Oh my god. Kijk hoe groot deze boom is, jongens. Ik ben er gewoon door overleden. De boom is zo groot. Mijn Minecraft-organen konden het gewoon niet handelen. Oh my god. Zitten er ook echt dingen in? Are you serious? Hé, dat is namelijk best wel epic. Als er dingen in zitten, zou ik dat echt gruwelijk vinden. Oh my god, dit is zo tof. Er zit ook gewoon... Oh, er zitten allemaal zeldzame spullen in. Maar ja, is natuurlijk niet onze boom, hè, jongens. Ik ga hier nu een YouTuber inspannen. En dat is dan ook gelijk de YouTuber die hier mag wonen. Vinden jullie dat een leuk idee? Dan mag ik namelijk ook niet aan de spullen zitten, tenzij hij dat toestaat. En ja, wegens het feit dat players niet kunnen praten in Minecraft, behalve in de chat natuurlijk, gaat hij het waarschijnlijk niet kunnen toestaan. Nu weet ik alleen even niet waar ik die eieren heb neergelegd. Heb ik die toevallig hierin gedaan? Not sure. Oh, trouwens, wat ik in één keer zag, is dat ik ook nog een kerstboom had. Kan ik ook even neerzetten, dat is ook wel een leuk idee. Zal ik die kerstboom even hier zo in de hoek neerzetten? Met een cadeautje ernaast? Oh, kan niet. You need to sign it. Hoe moet je hem signen dan? Oh! Ik kan er iets in doen. Luigi helmet. Cool. Kijk, jongens. En als je die openmaakt, zit er een Luigi helm in. En dat is best wel leuk. Dat is een leuke cadeautje, toch? Ik bedoel, de helm van Luigi. Luigi is toch wel een beetje een kinderheld samen met Mario. Oké, het volgende. Een skyblock? Are you serious? Hey, dat zou echt heel epic zijn. Oh. Ja, nee, natuurlijk. Minecraft is gecrashed. Waarschijnlijk kan ik nu deze mod niet meer gebruiken. Oh, dat is echt balen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Deze skyblock heeft heel mijn wereld gefokt. Oh. Oh nee, wat heeft deze skyblock aangericht? Heel mijn huis is weg. Of niet? Oh nee. Alleen de kerstboom staat er nog. We hebben geleerd, jongens en meisjes, ons huis niet in de buurt maken van dit soort dingen. Oké, de skyblock is geen optie meer, jongens. Zullen we even iets anders hier neerzetten dan? Een floating castle, misschien kan dat wel. Oké. Weet je... We gaan even ergens anders naartoe, jongens. Ik weet niet wat ik zojuist heb aangericht. Maar het is in ieder geval niet zo heel erg goed. Kunnen we de floating castle ergens neerzetten misschien? Is dat een optie? Hier zo. Nee, die werkt niet. Wat hebben we nog meer? Oh, een rocket. Een raket. Oh, shit. Oh, die... Oh, dat is wel een skyblock. Alleen hij zit helemaal daarboven. Ik snap het al. Oké, we hebben iets heel raars gedaan zojuist. Maar kijk dit. Ik heb een raket, jongens en meisjes. Ik heb gewoon een privé raket voor mezelf. Hé, dat is wel echt super gruwelijk. Is er ook een ingang? Kan ik überhaupt naar binnen? Oh, er is wel iets binnenin. Oh, geld! Yay! Gratis geld in de raket, jongens. That's amazing. Oké, wacht even. We hebben wel een klein probleempje. We zullen even tijdelijk een huis moeten pakken ergens. Omdat we dus die skyblock hebben geplaatst. Oh shit, man. What have we done? What the hell have we done? Dat was niet de bedoeling. Ik wist niet dat dat ging gebeuren. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dat had ik ook niet echt kunnen verwachten. Mijn huis is wel kinda verdwenen nu. Kan ik misschien even ergens een dutje doen toevallig? Kan ik ergens even tijdelijk overleven? Ik bedoel, ik had dit eigenlijk ook niet gewild. En dat is dus een beetje het risico van Notch Survival, hè, jongens. De mods, die kunnen natuurlijk voor positieve dingen zorgen. Maar die kunnen ook wel eens voor problemen zorgen natuurlijk, hè. Zo simpel is dat. Ik moet nu niet doodgaan, want dan kan ik namelijk mijn plek niet meer terugvinden van waar ik woon. Oké, wacht even hoor. Oké, wacht. Misschien kan ik best even hier naar binnen gaan. Ja, hier is een bed. Oké, laten we eens even gaan slapen, jongens. Oh, ik kan niet slapen omdat ik een morph ben. Oké, bij deze. Hoe de hel hebben we dat voor elkaar gekregen, jongens? Dat is zo random. Oh, er zijn monsters in de buurt. Nou, dat kunnen we heel rustig oplossen. Hoppakeetje. Het was echt niet mijn intentie om dit aan te richten. Laat me daar duidelijk in zijn. Maar ja, we hadden toch nog maar een klein huisje. Het was wel een leuk huisje daarentegen. Oh nee, Notch! Dit was jouw huis! Jij dwaas! Jij hoort hier te blijven tot het einde van de afleveringen. Zo, dankjewel. Oké, we gaan nog gewoon eens even kijken op die skyblock doen. Wat daar eigenlijk te beleven is. Misschien is mijn huis daarop terechtgekomen. Zou maar zo kunnen. Oh! Dit is een kasteel op terechtgekomen. Oh, dat is epic. Oh, dat is heel epic. Oké, wacht, laat me die even checken. Oeh, dat is echt heel gruwelijk. En wat is dit? Dit is een heel raar huis. Kunnen we daarin? Nee, dat is de bibliotheek die daar is. Oh, dit is mijn huis. Oh, nee, dat is helemaal niet mijn huis. Maar hoe kom ik daarbij? Nee, joh. Oh, nu kunnen we wel een stukje beter... Oh, wat is dit? Oh, dat is de bovenkant van die beker. Oh, shit, man, jongens. Ik vind deze serie zo leuk om te doen. Er gebeuren gewoon dingen in Notch Survival die je in eerste instantie totaal niet verwacht.
Oh shit, mijn huis is wel weg, maar we gaan een veel mooier huis maken, joh. Met veel meer meubilair, geloof me, jongens. Dit was nog niets. Dit was nog helemaal niets. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat is dit? Dit hebben we en deze hebben we. Oh, we kunnen het kantoor van Mojang kunnen we spannen. Dit ga ik hier doen. YOLO. Oh, dit is het kantoor van de makers van Minecraft. Oké, er zit kapot veel geld in, of niet? Ja, er zit kapot veel geld in. Die zijn natuurlijk hartstikke rijk. Oh, ik wil eigenlijk wel even een keer een dutje doen hier. Ik wil wel eens een keer gewoon een dutje hebben gedaan in het kantoor van Minecraft. Hoe epic is dat? Wie kan nou zeggen dat hij een dutje heeft gedaan in Mojang Headquarters? Nou, ik na vandaag. Ik moet gewoon de boer van laten, jongens. Kijk dan hoe epic. Wauw, dat is gruwelijk. Oké. Ik moet zeggen, de wereld ziet er al wel epic uit. Lekker kleurrijk, lekker vol met van alles en nog wat. Ik vind het lachen. Even kijken, wat hebben we hier? Even kijken. Hier hebben we een van Popular MMO's. Dat is een van de Minecraft spelers. Oh, cool. We hebben een heel stadion gekregen. Met weer allemaal geld erin, hè. Oeh! Desert Scorpions en Bats. Wat zijn Desert Scorpions dan? Oh, die zien er eng uit. Die zien er gevaarlijk uit. Kan ik die ook worden als ik hem kill? Misschien kan ik erin veranderen als ik hem doodmaak. Ik kan erin veranderen als ik hem doodmaak. En hij heeft een hele rare potion gedropt. Wat is dat? Hij heeft gedropt Scorpion Venom. We gaan eens even kijken of dat effectief werkt, jongens. We gaan er eentje spannen en we gooien dit op hem. Oh, er doet geen damage bij. Nee, oké, dan moeten we hem even killen, jongens. Let's go. Nou, dit was in ieder geval best wel tof. We gaan hier natuurlijk wel weer even uitbreken, want we hebben hier eigenlijk helemaal niets te zoeken. Kunnen we hier uitkomen? Ik denk het wel. De volgende aflevering gaan we dus serieus beginnen met het maken van een nieuw huis op een veiligere plek, waar we dan geen mods gaan gebruiken bij in de buurt, zodat het veilig is. Misschien dat we mijn huis in een berg of zo kunnen maken. Dat is wel gruwelijk. Een berg? Dat je van buitenaf enkel een deur ziet, waardoor je denkt van je maakt de deur open en je komt in een super lelijke cave terecht. Maar wanneer je die deur openmaakt, kom je in een super episch geheime man cave terecht. Met veel meubels, met epic gangen en shit. Dat moeten we eigenlijk gaan doen. Nou, als laatste spannen we nog even dit van Jen. Dat is geloof ik die vriendin van Popular MMO's. Zo'n Amerikaanse Minecraft speler. Laten we die hier spannen. Oh, dat is gewoon lekker letterlijk een gat. Daar kun je wel één zieke strip mine mee maken, right? Dat is eigenlijk best wel slim. Dat is eigenlijk best wel ziek slim. Let op, ik kan op deze manier kan ik gewoon een strip mine maken. Zo, kijk. Oh my god, dat is kapot slim. Dat is legit echt kapot slim. Zo kan ik gewoon een strip mine maken op een gegeven moment. Want die heb ik natuurlijk nog niet. Of ik kan op deze manier dus die... Wacht even. Werkt dat? Nee, dat werkt niet. Nu ben ik bijna dood. Of tenminste, een soort van. Zo kan ik wel een mooie groot gedeelte maken. Kijk, op deze manier. Hé, dit werkt. Dit is op zich best wel lachen. Dit is op zich best wel lachen. Ik ben wel iets te hoog nu. Dus ik ga mezelf hier achter de schermen even uitfixen. Ik ga in ieder geval fixen dat wij de volgende aflevering een super episch huis gaan maken in een berg. En dat wij die helemaal mooi gaan inrichten. Tot die tijd wil ik jullie bedanken voor het kijken. Volg mij natuurlijk even op Twitter als jullie dat nog niet doen. Mijn Twitter is @dutchtuber. Dikke vette shout-out aan jullie allemaal. Ik hoop dat jullie deze Notch Survival serie nog steeds tof vinden. En tot de volgende keer. Adios.